Nou, mijn favoriete boek, of een van de vele, is The Color Purple van Alice Walker. Waarom dat zoveel indruk heeft gemaakt is, omdat het gaat over een periode in Amerika, vooral het feit dat ze als zeg maar stiefdochter van de man wordt misbruikt, de kinderen krijgt. En die kinderen die raakt ze kwijt. En ze denkt dat die kinderen dood zijn, maar dat is dus niet zo. En dan komt ze jaren later komt ze daarachter. En ondertussen probeert ze zich staande te houden, ondanks alle mishandelingen en verdere misbruik. Dat boek is ook verfilmd met Oprah Winfrey, onder andere in de hoofdrol, en Whoopi Goldberg. En dat heeft, toen maakte het nog meer indruk op me. Daarom is The Color Purple een van mijn favoriete boeken en die het meeste indruk heeft gemaakt.